De sloop van het voormalige Intersportpand in het centrum van Nijmegen is begonnen. Aan de binnenkant van het gebouw wordt hard gewerkt om het gebouw sloop klaar te maken. Daarna gaat het pand aan de Bloemerstraat tegen de vlakte. Eind december en in maart ontstonden er branden in het gebouw bij Plein 44. Gewonden vielen er niet, maar 3 nabijgelegen huizen moesten uit voorzorg worden ontruimd. Na de sloop wil eigenaar Ton Hendricks zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Het plan is om een woontoren van 9 verdiepingen te plaatsen, waar een plaats is voor 175 appartementen.